Hoi. Hoe is het? Ja, goed. Met jou? Goed, goed. Ja, hij komt uit november. En in november wordt hij zeg maar 19, dus het scheelt net een paar maanden. Je weet van mij, dat zeg maar waar ik op val en waar ik mee thuis kom, dat is geen 18. Nee. Waar is ik nou aan? Hij is wel leuk. Het is echt een schattige jongen. Hij heeft een leuk kopje om naar te kijken, zeg maar. Hij heeft echt een beetje golden retriever energy. Oh, maar dat is ook niet echt waar jou opvalt, wel? Nee. Kijk eens, hij is echt heel lief en hij is echt heel schattig. En ik denk in zekere zin dat hij ook best wel een type zou kunnen zijn waar ik op val. Maar hij is zo jong. En je merkt gewoon in alles wat hij doet, merk je gewoon echt dat hij zo jong is. Ik denk gewoon echt dat hij te jong is voor mij. Dat is wel jammer. En misschien, hè, voor hetzelfde gaan liggen vanavond in bed of zo, ga je knuffelen, weet jij veel wat er gebeurt. En dan denk ik in één keer wel van, oh, misschien is het wel leuk. Maar het gewoon even afwachten. Oké, hou me op de hoogte, ja? Doei, doei. Je staat op 5 kilo. Ja, ik kan gewoon tot 120 gaan. Fijn. Je kan zelfs je PR verbreken. Weet je hoe het moet? Ja, je moet me wel echt een beetje tips geven, hoor. Even door mijn knieën zo. Zo. Ja. En dan doe je dat 10 keer of zo als warm-up. Dan ben ik helemaal kapot. Nou. Wat goed. Zal ik er 10 kilo op doen? Ja, dat is goed. Nou, succes. Gaat het goed? Ja. Nu gaat het echte werk beginnen. Ja. Als het lukt, jongen. Of ik vlieg achterover, dat kan ook. Heb. Makkie, man! Die 120 zit er ook in. En nu moet ik nog, hè? Ik hoop eigenlijk dat je hem niet haalde. Of je doet het, of je bent afgebad door een meisje. Let's go! Woe! Ja! Dat doen ze toch altijd schreeuwen? Ja. Lekker zeg. Lekker man. Goed gedaan. De liefde is vrij.